Vandaag laat ik jullie er een plekje zien. Een camperplaats in Hazelhune. Of Hazelhune, spreek je van mij uit. Van de week had ik al eentje geplaatst, dat is deze. Maar nou deze, dat is parkplaats Erholingsgebied am Zee. En voor degene die niet weet waar het plekje ligt, dat is ten oosten, zo'n 20 kilometer ten oosten van Meppen. Hier komen we duidelijk het bordje tegen, camperplaats die kant op. En daar zit ook een bordje bij water, afvalwater en dergelijke. Zibbelijk. Daarheen dus. Daar heb je de camperplaats. Er staan ook auto's, zie ik. En er werd gezegd dat hier plek was voor surfen, hè? En in de reacties zeiden mensen dat er gewoon veel meer kon staan. Nou, als dit een plek is voor surfen, dan moet het ook ergens staan, hè, dat er een plek is voor surfen. Nou, hier heb je dus dat sanistation. Zoals in Map, zie je dat? En dan kun je ook water tanken. En dit is dan die parkeerplaats. En je hebt inderdaad uitzicht op het meer. Van hieruit. Maximaal 7 plaatsen, maximaal 8 meter. Geen stroom, verder wel. Ja, 7 plaatsen. Nou, we gaan even kijken. Er staat nergens een bordje voor de aantal campers die hier mogen staan. Maar je ziet hier dus gewoon parkeerplaats voor auto's. Je ziet hier ook niet een bordje van campers. En bij deze inham, waar deze camper staat, daar zie je dus heel duidelijk een bordje verboden voor auto's. En dat het hier parkeerplaats voor campers is. Zie je dat? Dus die surfen die zal wel kloppen. Maar dat werd volgens mij niet moeilijk gedaan. Als je hier met meer dan surfers op staat. En vooral als het 's avonds wat later is, hè, dat de auto's weg zijn. We gaan even om het meer fietsen. Dus even kijken. Hoe mooi dit is. Ja, kijk, een heel apart. Het is nou mooi rustig natuurlijk. November. Maar dit is mooi meer om even in te wandelen. Dit is niet zo heel groot. Dus dat is goed te doen. Alleen wij gaan hem even fietsen. Kunstproject. Grappig, hè? En ja, ik denk zo'n beetje halverwege, misschien nog niet helemaal, heb je een mooi picknickbankje met tafeltje. Daar in de verte zie je de kerktoren. Dus zo dicht ben je nog bij de stad ook nog eens een keer. En daar zie je de camper. En daar is de camperplaats. En daar rechts van, hotel, of nee, café-restaurant met terras. Hier heb je een, ja, wat is het, een schilderijlijst, hè? Met verschillende achtergronden. Daar heb je wat paadjes. En als je die kant op kijkt, schaapjes. Dat is ook mooi, hoor. Echt de moeite waard om hier een wandeling te maken. En hier stroomt de rivier de Hazen. Ja, je kunt ze net niet zien, maar daar achter die bomen, daar is de camperplaats. En dan heb je hier een toiletgebouwtje. Maar die zit nu dicht. Dus ik denk dat het alleen in de zomer is. Wel handig.